Welkom lieve leeuw bij deze reading alweer voor eind januari. Wat vliegt de tijd toch? Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Fijn dat je er weer bij bent. Vandaag de Earth Magic orakelkaarten en de Gilded Tarot. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten. De vele nieuwe abonnees, de donaties, de vele verzoeken voor privé reading, coaching, begeleiding, rijke healingen, dankjewel. Ook de vele mensen die mij vanaf begin af aan al hebben ondersteund en nu nog doen, dankjewel daarvoor. Dankzij jullie ben ik enorm gegroeid. Alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je abonneert, want er zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, dan hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag, werk ook in het weekend. Dus dan ben je helemaal up-to-date. Ik heb het gevoel dat er een beslissing moet worden genomen over wel of niet de liefde aan iemand te kunnen verklaren. Wil je wel of wil je niet? Het kan ook zijn dat je een beslissing moet nemen of je die wel of niet aanvaardt van de ander. Twee kaarten. Voor jullie. Eens kijken. Voor de leeuw. Harmonie. Je vindt heel veel rust, harmonie in muziek. Het kan goed zijn dat jullie ook middels muziek communiceren. Als we het hier hebben over een telepathische connectie. Ik ga heel even het licht aandoen. Zo, dat is beter. Dan zien jullie dat. En jullie doen ook heel erg instinctief met elkaar communiceren. Ik denk dat je beide heel empathisch bent. Misschien heel veel water in jullie zon, maan, Venus of ascendant. Dus een hele bijzondere connectie. Wat is de gezamenlijke energie tussen de leeuw en zijn of haar persoon? Wat is de energie van de leeuw? Wat is de energie van de ander? En wat is de uiteindelijke uitslag tussen jullie? Mag ik nog een kaart op die magier? Oké. Er is liefde tussen jullie. Dat is heel duidelijk. Maar er zit nog iemand in een vaste relatie of connectie. Waarom zeg ik dat? Ik heb hier de acht van munten. En ik heb hier de koningin van bekers. En dat is ook vaak de getrouwde vrouwkaart. Jullie houden aan elkaar vast. Energetisch. Of je nou wil of niet, jullie zitten aan elkaar vast. Het kan zijn dat we hier te maken hebben met een hele bijzondere connectie, omdat jullie telepathisch met elkaar communiceren. Middels muziek, instinctief ook alles van elkaar voelen en weten. Jullie weten dat dit een bijzondere connectie is. Als we kijken naar leeuw, maar het kan natuurlijk ook vice versa zijn. Je zit in de magiermodus, je weet precies wat jouw krachten zijn, hoe je kunt manifesteren, hoe je dingen kunt bewerkstelligen. En het kan goed zijn dat jij het een en ander telepathisch communiceert, middels muziek. Dus dat jij op dit moment met jouw partner, met deze partner weliswaar, dus de partner waar je de telepathische band mee hebt, zo moet ik het zeggen, dat je je berichten over en weer brengt middels muziek. De ander die weet van, ik moet in actie komen, het is dag des oordeels. En die wordt getriggerd door jouw boodschappen. Die wordt getriggerd, die voelt dat uiteindelijk dat er
een bepaalde vaste verbintenis of relatie, dat die dat daar een einde aan mag gaan komen. Want anders kunnen jullie niet in union komen. Er was al eigenlijk een einde in deze connectie. Je ziet die spinrag, dus de rek was er al uit. Ik weet niet of er één of dat jullie beiden in die connectie zitten, maar dat weten jullie het beste. Als dat zo is, als er een einde komt aan of een breuk komt in die connectie of in die vaste relatie, huwelijk, dan pas kan er heling plaatsvinden tussen jullie. Dan pas kan er verzoening plaatsvinden. En dan pas kunnen jullie verder. Kunnen wensen uit gaan komen, eerder niet. Wat is het advies? Wat is het advies voor deze connectie, voor deze legging? Ja, voordat er een nieuwe start kan komen met deze schildknaap van staven, zal er een einde moeten komen aan deze party of three. Er is één te veel in het spel. Daar moet een einde aan komen. Dan pas kan er terugbalans komen in deze connectie. Dan pas kan er verzoening komen. En dan pas kan dus die nieuwe start gaan ontstaan. Als ik kijk, dan zie ik duidelijk de waterman en de boogschutter als sterrenbeelden naar voren komen. Het is een hele bijzondere connectie, wat ik al zei. Het kan zelfs ook wel een tweelingziel zijn of een past life soulmate. Wat is het advies? Buiten het advies wat we al hebben liggen, middels orakel. Ga jezelf reinigen. Kan zijn dat je nog wat emoties mag loslaten. Of puur naar je emoties mag kijken van wat voel je voor de een, wat voel je voor de huidige situatie. Zodat je al energetisch afstand kan nemen. Zodat je ook je focus kunt richten op dat wat er belangrijk is. Zodat je dus niet in het hoofd terechtkomt, zodat je dus niet gaat wikken en wegen. Ook helpt het om je aura, je energieveld schoon te houden, veel te mediteren of heel duidelijk in het hier en nu te zijn, zodat je dus de boodschappen van elkander doorkrijgt. Nog een laatste kaart hierop. Het kan goed zijn dat je hele creatieve dromen hebt. Ook in die dromen communiceren jullie met elkaar. Misschien is het ook belangrijk dat je je dromen onthoudt of dat je ze noteert. Het kan zijn ook dat jouw gidsenteam, jouw voorouders, we zien hier ook een aboriginal, dat die jou signalen geeft, advies geeft over wat te doen. Dus let daar op, want dat kan heel belangrijk zijn. Ik hoop dat het resoneert. Als het resoneert, mag je liken, delen, je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Namaste.